In de Surinaamse media staat een stuk met de kop. Defensieminister Mathura, Canada zorgt voor training gezamenlijke Surinaamse missie naar Haiti. Ik zal lezen wat er verondersteld wordt in dit stuk. 11 juni 2024, Defensieminister Krishna Mathura heeft naar aanleiding van eerdere berichten over een militaire missie naar Haiti... ...versteld dat de voorbereidingen worden voortgezet. Volgens de bewindsvrouwen zal het samengestelde team getraind worden door experts uit Canada... In het Surinaamsteam team zijn zowel leden van het Nationaal Lever als van het Korps Politie Suriname vertegenwoordigd. We hebben gevraagd naar vrijwilligers en er hebben zich personen opgeveven. Zij zullen uitvoerig getraind worden in onder andere de cultuurpatronen en regels van Haiti. Er worden reeds voorbereidingen getroffen voor de trainingen die door Canada verzorgd zullen worden. De minister heeft verder aan dat er een militaire coördinator is aangesteld die de missie zal voorbereiden en aansturen. De primaire taak is rechtshandhaving, aldus Matoura tegenover staatszender STVS. Matura stelt dat Suriname in CARICOM-verband heeft AVV deel te nemen aan een missie in Haiti. Het moet duidelijk zijn wat de protocollen zijn, wat de regels zijn. Er moeten zekerheden zijn voor onze militairen, aldus de defensieminister. Er is een lang traject van overlijf afgelegd omtrent het sturen van een multilaterale veiligheidsmissie naar Haiti onder leiding van Kenia. De toekomstige multilaterale missie zal volgens minister Matura zeer waarschijnlijk aanvankelijk bestaan uit Kenianen en Jamaikanen. Suriname zal zich aansluiten in een later stadium. De situatie in Haiti is zorgwekkend, heeft alle aandacht en niet hoge prioriteit van de caricom lidstaten. Suriname heeft de intentie een kleine groep militairen en functionarissen beschikbaar te stellen. Matura gaf eerder aan dat defensieplannen vereed heeft voor alle mogelijkheden. Volgens haar is het een verveven dat Surinaamse militairen professioneel, loyaal zijn aan het bevoegd gezag en het werk naar eer en uitvoeren. Dat hebben de militairen steeds bewezen in de afgelopen tijd. En er is geen dienstweigering geweest, dat is een hard geveven, aldus de defensieminister. Dagblad Suriname, Paramaribo, Suriname.